Ik ben Bruce Zenneman en samen met Lieke Le Buwalda, Nico Visser en Dirk-Jan Westra hebben wij vanuit de werkgroep Duurzaamheid Nieuwschoot zijn we drukdoende met het CO2 neutraal maken van onze dag. Het initiatief bestaat uit een warmtepomp op afvalwater en het riool, gecombineerd met een warmtebatterij. De warmtepomp die kan in elke woning worden geïnstalleerd in Nieuwschoot. De warmtepomp die genereert warmte uit het rioolwater. Dus op het moment dat je doortrekt of je doucht of de wasmachine laat draaien, dan genereert de warmtepomp warmte. Die verwarmt een boilervat. En vanuit de boilervat kun je weer warm tapwater gebruiken in de woning. Heerenveen heeft dit experiment nodig, want dit zijn zonder een aanpassing in de woning kan elke grondgebonden woning deelnemen aan dit experiment, omdat je zonder aanpassingen de installatie kan plaatsen. En het resulteert direct in een besparing van 650 kuub gas per jaar. Het initiatief ontplooien we natuurlijk voor het dorp. Vanuit de Meanskip pakken we dit aan en niet vanuit de individu zelf.